Ik ben Sabine Marcelis en ik heb mijn ontwerpstudio hier in Rotterdam. En ik ben dit jaar gevraagd om de trofee voor het ABN AMRO Open toernooi te ontwerpen. Ik werk eigenlijk altijd vanuit het punt van wat voor interessant effect kan ik creëren met een materiaal. En dat heb ik ook geprobeerd met deze trofee. Het is een hele minimalistische vorm, maar er gebeurt wel iets interessants binnen. Wat je echt van alle hoeken eigenlijk wil ervaren. Het ontstaan van de trofee is op een heel mooi moment. Het 50-jaar jubileum van het toernooi. Maar het viert ook gelijk de inclusiviteit van het feit dat het rolstoeltoernooi en het valide toernooi nu onder één naam vallen. Ik vind het heel gaaf dat ik als designer op deze manier een beetje kan bijdragen aan het wereldse toernooi dat in mijn eigen stad plaatsvindt.